Wethouder Roel Hoppensak, ruimtelijke ordening van de gemeente Gemert-Bakel. Trots? Meer dan. Ja, je ziet het zelf, het is prachtig geworden. Het is prachtig geworden. Hoe lang heeft het geduurd? Nou, we zijn fysiek in de straat echt bezig geweest, een goed half jaar. Maar het proces vooraf natuurlijk moet je er ook bij tellen. En dan kun je eigenlijk zeggen dat er in 3 jaar tijd heel veel veranderd is in Gemert-Bakel. Jan-Hein Ophey, u bent lid van het expertteam Detailhandel Noord-Brabant. Jullie hebben een rapport uitgebracht, ik meen in mei, jongstleden. Ja, klopt. Als u dit nu ziet, krijgt hij dan een dikke chapeau? Ja, dat krijgt de gemeente Gemert-Bakel zeker, want uiteindelijk zijn ze aan de slag gegaan met realisme. En het rapport schrijft met name over realisme, zegt iets over toekomst, over ontwikkelingen. En dan is het heel belangrijk dat de overheid daarin begint met het goede voorbeeld te geven. Nou, als je daar als gemeente mee aan de slag durft te gaan en wilt gaan, dan krijg je van het expertteam in ieder geval een hele dikke 10. Even terug naar jullie rapport, want... waar zijn je onderzoeken dan geweest? Ik bedoel, Brabant is nogal groot. Het bestaat uit heel veel verschillende regio's, dus heel veel verschillend DNA. Nou, de urgentie van het rapport komt uit het feit dat de consument, dus gewoon zoals wij hier ook met z'n drieën staan, verandert. En die consument die heeft een kanaal extra gekregen om zijn aankopen te doen. Als we dat even 15 jaar terug in de tijd zetten, dan is dat natuurlijk compleet anders. En daarin, dan praat u over het internet, het dan digitale... praten wij met name over internet. Niet in de zin van een bedreiging, maar juist enorm kansrijk. Maar dat wil wel zeggen, als daar 30-40% van onze besteding naartoe gaan, dat die niet meer in een fysieke wereld zullen landen. En dan moet je daarna gaan acteren. En daar zegt het rapport iets van. En past dat dus bij het DNA van iedere gemeente? Ja. Wat is jullie DNA in Gemert-Bakel? Nou, ons DNA is er eentje van een hele rijke cultuurhistorie. En die is nou perfect in beeld gebracht met dit centrum. En ik neem maar dat Jan-Hein het zal beamen. En dat met name de beleving bij het winkelen ook een van die ingrediënten zal gaan zijn die het winkelen ook in de toekomst in dorpscentra toch ernstig zal gaan bepalen. En dat is ook heel goed. Maar je moet gaan streven, tenminste dat is onze visie daarin, dat je niet in dorpshart hebt met winkels. Maar het is als het ware een warenhuis. En in dat warenhuis hebben individuele ondernemers hun eigen afdeling. En een warenhuis zegt wel dat er een koepel is en dat er een enorme mate van samenwerking dient plaats te vinden. En dat er een ontmoeting gaat plaatsvinden tussen de fysieke winkel en de virtuele winkel. En dat die twee elkaar gaan versterken. En Veghel, ja. Gaat daar ook de schop in het centrum? Nou, sterker nog, daar zit de schop in het centrum. Die is iets anders dan in Gemert-Bakel. Ik denk ook dat dat uiteindelijk de kracht gaat worden. Op zoek gaat naar je uniciteit. Op zoek gaan naar wat wil je voor je directe consument gaan betekenen. Dat is in ons geval de Veghelaar. Hoe gaan wij die nou betrekken? Hoe gaan we die nou verliefd maken op zijn eigen centrum? De vraag is even of je zelf in de Champions League van het shoppen moet gaan positioneren als gemeente Veghel. Wij denken van niet. Wij denken wel dat je als Veghel moet zeggen, wij gaan onszelf ontzettend sterk maken voor de local hero. Dus voor de persoon die één winkel runt, die dat met passie doet, die daar zelf staat en die kan aan dat gebied heel veel toevoegen. Dat is voor ons een vele grotere toegevoegde waarde zonder de ketens tekort te doen dan alleen maar zeggen, we doen ketens deurtje aan deurtje. Laatste vraag hier. Jullie gaan kerstinkopen doen. Heel veel voor al jullie vrienden en familie en geliefdes. En waar ga je dat doen? Ik denk dat ik mijn partner, want ik heb weinig tijd, dat laat doen. Maar natuurlijk wel in Gemert. En het aanbod is meer dan voldoende. En ik hoop overigens dat heel veel consumenten dat gaan doen. Nou, de laatste zin aan u en dan ronden we af. Veghel, waarom? Ik doe ze ook in Veghel. Omdat ik vind, als alle Veghelaars doen, we hebben ons eigen geluk in de hand. En daarmee wil ik zeggen, op het moment dat jij de euro gunt in je eigen gebied, gaat de leefbaarheid omhoog. En dat moet volgens mij de kernboodschap zijn naar alle mensen die in gemeentes wonen. We gaan genieten, maar van heel Brabant. Dank jullie wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dankjewel.